Ik wil je toch graag vertellen hoe het zit tussen Harry en mij. Ik kom uit een groot gezin, we hadden weinig geld. Toen ik Harry leerde kennen, werkte ik achter de bar van een nogal domme nachttent. Ja, Harry is ook niet alles, maar in ieder geval beter dan dat. Ja, het zal wel weer. Maar dit soort verhalen heb ik al zo vaak gehoord. Als je het nou zo erg vindt, waarom ga je dan niet gewoon vandoor? Ik ben bang. Je hoeft alleen maar je kleren te pakken en op te rotten. Dat is toch niet zo moeilijk? Wie was het? Dat meisje dat ervoor gezorgd heeft dat jij zo verbitterd bent? Het gaat je niks aan. Ik ga eroverheen. Gehad, hè? Het zit je bepaald niet meer zo mee. Zo kan je het wel noemen, ja. Zullen we stoppen? Dat kan ik me al niet meer permitteren. Hie. Vol supergraag. Misschien kan je ook even naar mijn olie kijken. Maar geen soms in je handen? Ik dacht toch echt dat er op dat bord geen zelfbediening staat? Ja, daar heb ik niks mee te maken. Heb je even een doekje? Is er niet. Ah, dit slaat echt nergens op. Stop maar. Ik betaal wel voor wat je er al hebt ingegooid. Nou, wat wil je nou? Dit waren vol met suppen. Mij zie je hier niet meer terug. Zit ik echt niet bij hoor. Toch mijn laatste dag hier. Ha, ik kan me voorstellen. En waar is je baas? Heb toch geen zin, zei ik het. Ik ben ontslagen. Hé, hey, zijn jullie nou al terug? U zult het niet geloven, maar ik heb de boot gemist. Dat is niet zo best. Nee. Daniel heeft hem toch niet ook gemist? Nee, Daniel niet, nee. Ik ben benieuwd wanneer ze terugkomen. Ja, altijd wanneer ik bezig ben. Zal ik even gaan? Nee, laat maar. Ik pak hem wel. Hallo, met Laura. Ja, met Robert. Arnie kan misschien terecht op een particuliere school. Oh, maar dat is fantastisch. Welke? Nou, ik vertel je de rest wel als ik thuis kom. Maar ik dacht dat je dit alvast wel wilde weten. Ja, dank je. Wat een opluchting. Ja. En nou maar hopen dat Arnie het ook ziet zitten. Ja, tuurlijk. Heeft die man van de bank jou nog gebeld? De man van de bank? Nee. Waarom? Nee, ik ben hier net terug. Ja, ik begreep uit zijn verhaal dat Daniel vanochtend al zijn aandelen verkocht heeft. En hij vroeg zich af of Daniel iets wist wat jij moet weten. Het is toch niks voor Daniel om zoiets te doen? Het is voor mij een complete verrassing. Maar ik kan er weinig zinnigs over zeggen. Tot ik Daniel gesproken heb. Hé, hey, ik moet hier door. Tot straks, schat. Ja, dag. Dag. Heb jij enig idee waarom Daniel in één klap al zijn aandelen verkocht heeft? Nou, dat begrijp ik best. Niet gek voor vandaag. Eén toen ik hem zag, wist ik dat we een beet hadden. Vette vis. Op alle stommelingen van de wereld, dat er nog vele mogen volgen. Lijkt wel of die waarzegster haar gehypnotiseerd heeft. En ik denk ook dat ze eruit buit. Ja, wie weet wat ze allemaal al heeft betaald. Oh, het is zo makkelijk te beïnvloeden. Ik voel me best een beetje schuldig. Oh, dit is nooit de bedoeling geweest. Het leek allemaal zo onschuldig, net zoiets als het lezen van je horoscoop in de krant of zo. Ja, maar dit ligt toch wel echt even anders. Je vrouw vraagt 50 gulden per keer, per consult. Ach, dat soort mensen weten ook precies wie ze eruit moeten. En voor mij was ze echt fantastisch. Fantastisch? Hoezo? In welk opzicht dan? Nou, de dingen die ze me vertelde. Over mijn verleden, over de dingen die er nu gebeuren.
alles wat ze mij voorspeld heeft is uitgekomen. Ik geloof niet dat ze een driester is, echt niet. Hoe oud is ze eigenlijk? Ik heb geen flauw idee. Ze zou mijn moeder kunnen zijn. Een beetje zo'n bloemetjesjurk type. Oh. Ze heeft nog zo'n echte oude theemuts staan. Ah nee, die kan echt geen mens kwaad doen. Echt niet. Er zijn zoveel mensen die willen weten wat de toekomst brengt. Die zijn daar zo druk mee dat ze vergeten dat het om vandaag gaat. Weet je, wat mij betreft, ik leef nu. Ik ben niet bezig met wat er morgen gebeurt. Als jij er zo druk over maakt, lijkt me beter dat je er zelf een keer naartoe gaat. Sterker nog, als zij Mirjam uitbuit, wat ik denk, hè, maak ik er werk van. Goedemiddag, meneer. Emiel, wat het ook is, nee. Wat doe jij over spannen, zeg? Emiel, ik heb het druk. Ik heb geen tijd voor je absurde plannen. Jongen, toch? Daniel heeft het zeker weer geregeld. Deze keer gaat het om een eerlijke zaak. Ik heb een nieuwe baan bij Sound Studio. En toevallig is dat het bedrijf dat het geluid verzorgt op een congres dat jullie begeleiden. Dat ga jij doen? Ja, ja, ja. Ik. Je hebt mazzel. Doen er nog mooie meiden aan mee? Emiel, ik heb geen tijd voor die onzin. Wat moet je van me? Ik heb de plattegrond gezien en nu heb ik de audioplanning nodig. Die kom ik even ophalen. Het is een gigantische zaal en ik neem aan dat je toch wel gehoord wilt worden. Hm? Geluid is ontzettend belangrijk. Dus ik dacht, we zetten er een 10-kanaals mengtafel neer. Zie je het al voor je? Ja, heel goed zelfs. Als jij dit doet, doe het dan alsjeblieft goed. Geen geïmproviseerde zo. Oké? Ik wil dat alles heel normaal verloopt. Dit congres is heel belangrijk, geen special effects. Is dat afgesproken? Laat dat maar aan mij over, joh. Goed. Dit is dus de audioplanning voor het congres. Een normale opstelling, oké? Oké. Oh. Ik ga. Hey, zag je hoe ze naar me keek? Het begint knap lastig te worden. Ze komen als vliegen op me af. De groeten. Ja, wat is er? Ja, ik begrijp er niks meer van. Jij begrijpt er niks van. Na Emiel is toch alles doodsimpel? Wat is het probleem? Ik heb net het budget van de presentatie naast de facturen gelegd en hoe het kan, dat weet ik niet. Er komen 10.000 gulden tekort. Dat kan niet. Dat moet een fout in de computer zijn. Laat het maar aan mij over. Ik weet zeker dat het boven water komt. Ik denk dat ik het toch even aan meneer Alberts voorleg. Ja, 10.000 gulden raak je toch niet zomaar kwijt.